Normaal ben ik 3 uur van tevoren op de wedstrijd. Zodat ik kan inrijden, het parcours verkennen en mijn nummer kan ophalen, al rustig omkleden en zo. En dan ga ik meestal voor de junioren ga ik dan het parcours op. Dan ga ik 2, misschien hooguit 3 rondjes. Kijken hoe het parcours erbij ligt, hè, wat ik kan doen, wat ik niet kan doen. En dan worden mijn fiets gepoetst, ik kleed mezelf om, poets mezelf eventueel als dat nodig is. En dan, dan is het een beetje gewoon wachten en dan nummers opspelden op de roller en dan straks de wedstrijd ingaan. Ik ben van mezelf heel erg ontspannen eigenlijk. Echt wedstrijdstress of zo, dat heb ik bijna nooit. 10, 15 minuten of zo voor de start, dan begin ik wel zeg maar die adrenaline te voelen van het gaat echt beginnen. Hè. Ik moet straks volle bak rijden. Maar echt, zenuwachtig of zo, dat ben ik bijna nooit. 30 seconden voor de start, 30 seconden avant le départ. Je weet ongeveer van hier en daar gaat het verschil gemaakt worden en hier en daar moet ik oppassen. Je weet natuurlijk je sterkere punten op het parcours en je wat minder sterkere punten. Maar wat je echt kan doen, dat merk je natuurlijk tijdens de wedstrijd zelf. Want je weet niet hoe anderen over het parcours rijden of zij het wel of niet goed doen tegenover jou. Ja, en als je de eerste ronde gehad hebt, dan weet je dan ongeveer van hoe zit de wedstrijd in elkaar en wat kan ik gaan doen. Ja, ik voel vrij snel of het wel of niet goed zit tijdens de wedstrijden. En als ik me goed voel, weet je, dan je deelt gewoon een paar tikjes uit en werkt het wel. Ja, dan ben je weg en werkt het niet. Ja, dan blijf je nog eventjes met een aantal samen. Soms is het maar 1 persoon en soms zijn het er meerdere. En dan moet je wat meer tactisch aan de slag gaan. Maar op zich, ja, je voelt wel vrij snel aan jezelf of het wel of niet goed zit. Ja. Het ging eigenlijk heel erg goed, totdat ik viel. Ja, ik had aan het einde in de laatste ronde een flinke smakker gemaakt. En daardoor, ik reed tweede en toen zakte ik terug naar plaats 5-6. En ik deed mijn best om nog terug te komen en dat lukte aardig. Maar ja, het laatste stukje versnelde ze nog en ja, ik was gewoon op. Dus meer zat er niet meer in. De linkbok en de onfortuinlijke val van Alvarado. Hopelijk zij strand op plaats 6. Dan hebben we Rick Nellie, die